Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Ik had in mijn vorige video verteld dat ik vandaag een drakenhealing zou krijgen. Die heb ik dus daar straks gehad. En ik heb het verslag ondertussen ook al toegekregen. Dus dat ga ik even delen met jullie nu. Mijn ervaringen bij deze healing zal ik eerst even vertellen. Ik ben dus, ja, ik moest ongeveer een uurtje gaan plat liggen om deze healing te krijgen. En ik nodigde de draken dus uit. En ik stelde mij volledig open voor hun energie. En toen voelde ik heel erg veel warme, vooral een heel erg warm gevoel dat binnenstroomde. Heel erg rustgevend. Ik voelde mij heel erg veilig en geliefd. Ik werd helemaal tot rust gebracht. Dus ik heb echt wel genoten van de healing. En achteraf heb ik de draken dan ook weer heel erg bedankt. Dat zij toch wel echt hebben geholpen. Na een uur ben ik terug recht gestaan. Dan heb ik even op het verslag moeten wachten. Dus die vrouw, die Nederlandse vrouw, die dus heel erg met de drakenenergie samenwerkt, zij typt dan een verslag uit, wat zij zowel heeft gezien en ervaren tijdens deze healing, die ze even op afstand dan voor mij deed. En in dat verslag stond dan uiteindelijk geschreven dat mijn gouden draak, ik heb dus in mijn hoofddraak, dit is een gouden draak, dat ik wist al dat deze bij mij is. Ze is vrouwelijk en ze is heel erg verbonden met het element vuur. En de gouden draak dus, mijn hoofddraak, die was dus weer aanwezig tijdens deze healing. En zij heeft het proces van de healing heel erg goed begeleid. Heeft heel erg goed geholpen met het uitzuiveren, mijn chakras te zuiveren, mijn chakras te healen, mijn energieveld, mijn lichaam. Er was ook een aardedraak die naar voren kwam. Dat was een grote groene draak, stond er in het verslag. En die hielp mij dus ook met het aarde. Dat het aarde voor mij heel belangrijk nog zou zijn. Om hier uiteindelijk ook wel lichtwerk te kunnen doen en iets voor de moeder aarde te kunnen doen, om haar te ondersteunen. Dus er kwam ook heel duidelijk naar voren dat ik dat een van mijn taken zou zijn om dus de aarde te gaan healen. Ook omdat ik een heel sterke connectie heb met de natuurwezens, zoals de elfen en zo, en ook met de draken natuurlijk. Dus dat is echt een taak dat heel goed bij mij zou passen. Waar ik ook wel echt iets voor kan doen om het proces hier te ondersteunen, om meer licht en liefde en zo op moeder aarde te brengen. Dus dat kwam ook, die bevestiging kwam heel duidelijk door, dat het echt wel een taak voor mij is om te doen. En ook het spiraalteken, dus dit teken. Spiraal. Dat zou ook heel erg belangrijk zijn voor mijn het symbool dat ik mag gebruiken voor de healingen te gaan doen. Dus deze mag ik dan ook tekenen in de grond of zo, in de aarde, als ik bezig ben met de healing voor moeder aarde. Wat wel heel speciaal is nu, is dat ik zo'n spiraal teken, dus hier heb staan als tatoeage. Dat zijn dus ook drie spiralen. En dat is blijkbaar een teken waar ik heel erg sterk mee verbonden ben. En dat ik ook mag gebruiken als ik dus mijn healingen voor moeder aarde kan gaan doen. In samenwerking met de prachtige draken en met mijn prachtige gouden drakengids. En daar kijk ik ook wel heel erg naar uit. Ik ben heel blij dat ik die bevestiging nog eens heb gekregen. Want dat dit echt wel de bedoeling is voor mij om te gaan doen. Dat dit wel mijn pad is om te gaan doen. Ook met de natuurwezens en zo ook wel samen te werken.
Want ik heb, zoals jullie ook wel weten, dat ik heb al verteld dat ik met de natuurwezens ook een heel sterke connectie heb, met de elfen en zo. En met de draken dan. Dus echt, ja, heel veel voor de aarde kunnen doen. Om de aarde te helpen, de licht en liefde naar moeder aarde te brengen, naar de natuur. En naar de dieren. Ik ben ook een echte grote dierenvriend. En ik wil ook natuurlijk dat de dieren ook veilig zijn. En de dieren zoveel mogelijk ondersteunen. Dus ja, dat was dus de drakenhealing. Ik heb jullie nu verteld van wat mijn ervaringen waren en wat er in het verslag stond dat ik achteraf kreeg. Ik ben nog heel erg benieuwd wat het mij allemaal nog gaat brengen. Ik zal jullie zeker op de hoogte houden. En ja, dankjewel om naar deze video te kijken. En ja, ik wens jullie nog een heel erg fijne tijd toe. En heel erg veel liefs van mij.